In tijdvak 6 staat de 17e eeuw centraal, de eeuw van 1600 tot 1700. En die eeuw die wordt ook wel gekenmerkt door de opkomende wereldeconomie. Wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van die wereldeconomie dus. Nou ja, het lijkt me heel duidelijk. We zullen het vooral over economie gaan hebben. En we gaan die opkomende wereldeconomie bekijken vanuit Nederlands perspectief, vanuit het perspectief van die republiek. In de 16e en 17e eeuw zien we dat het handelskapitalisme in de republiek op komt zetten. En dat woord handelskapitalisme bestaat uit twee woorden, handel en kapitalisme. En kapitalisme is een economisch systeem met als belangrijkste kenmerken winststreven, privébezit en concurrentie. En dat gebeurde dus in die 16e en 17e eeuw vooral door handelaren. Nou, we gaan dat eens even wat duidelijker maken. Hier hebben we zo'n handelaar. En dit is zijn bedrijf, dat heb ik me even zo voorgesteld. Wat wil die handelaar met zijn bedrijf? Nou ja, natuurlijk zoveel mogelijk winst maken. Alleen als je dan winst hebt gemaakt, kun je twee dingen doen. Je kunt ervoor kiezen om lekker de rest van het jaar op vakantie te gaan en volgend jaar weer wat te gaan doen. Of je kunt ervoor zorgen dat je bedrijf goed blijft draaien en dat je misschien nog wel groter kunt groeien. Door een deel van de winst weer te herinvesteren in je bedrijf. En dan groeit je bedrijf. Nou, dan maak je weer meer winst. En dan kun je weer een deel van die winst investeren om je bedrijf weer verder te laten groeien. Om zo weer meer winst te maken. Dat is eigenlijk wat het kapitalisme inhoudt. Je hebt een privébedrijf, je wil daar zoveel mogelijk winst mee maken. En met die winst probeer je bedrijf weer verder te laten groeien. Nou, in de Republiek gaan dus steeds meer handelaren dat doen. En die doen dat vooral door de handel over zee. En daarbij gaat zowel om handel binnen Europa als om de handel op de rest van de wereld. Het centrum van die handel wordt Amsterdam. Voor 1585 was Antwerpen de belangrijkste handelstad van de Nederlanden en een van de belangrijkste handelsteden van Europa sowieso. Antwerpen had die plaats overgenomen van Gent en Brugge. Maar ja, we zitten hier ook in die tijd van die Nederlandse opstand en Antwerpen vocht mee aan de kant van de Nederlandse opstandelingen. De Spanjaarden nemen de stad in en dan besluiten de Nederlandse opstandelingen om de rivier naar Antwerpen, de Schelde, om die af te sluiten. Dan kan er geen schip meer de Antwerpse haven in of uit. Nou, die Antwerpse handelaren die blijven dan natuurlijk niet in Antwerpen zitten en die gaan op zoek naar een andere geschikte stad. En die vinden zij in de noordelijke Nederlanden, met name in Amsterdam. Amsterdam heeft ook al een goede grote haven, ligt op dat moment ook aan zee, er is nog geen IJsselmeer in die tijd. En Amsterdam groeit zo uit tot de grootste stapelmarkt van Europa. En een stapelmarkt is een plaats waar aangekochte producten waar nog geen koper voor is in pakhuizen worden opgeslagen totdat zich een koper aanbiedt of de prijzen zich gunstig hebben ontwikkeld zodat het weer doorverkocht kan worden. En dat is dus wat er in Amsterdam gebeurt. Er wordt hout opgeslagen uit Scandinavië en als de prijs goed is wordt het weer doorverkocht aan andere handelaren uit de rest van Europa. Nou, de belangrijkste handel van de Republiek die vindt er vooral plaats in de zeegewesten, Holland en Zeeland. En de belangrijkste handel die vindt plaats met het OC-gebied. Dan hebben we het over Denemarken en Zweden, Finland, het noorden van Duitsland en het noorden van Polen. Daar wordt heel veel graan en heel veel hout vandaan gehaald. Dat zijn namelijk twee producten waar ze in Holland en Zeeland niet veel van hebben, maar die wel absoluut noodzakelijk zijn. Maar de Hollandse handelaren gaan ook deelnemen aan de wereldeconomie. En dit kaartje hebben we al vaker gezien bij die ontdekkingsreis, bij die Europese expansie. En daar zag je dus dat Spanje en Portugal al grote gebieden aan het veroveren waren op de wereld. En dat is ook het typische van een wereldeconomie. Dat is een economie waarbij goederen uit verschillende delen van de wereld onderling worden verhandeld. En die Nederlanders gaan dus daar deel van uitmaken. En er worden uiteindelijk twee grote bedrijven voor opgericht. De VOC die in 1602 wordt opgericht, de Verenigde Oost-Indische Compagnie. En die gaat vooral handelen met het gebied dat je hier ziet. Het is het enige Nederlandse bedrijf dat daar mag handelen. Nederlandse handelaren mogen daar alleen maar werken in dienst van die VOC. Nou, je ziet hier al die rode stippen, dat zijn allemaal factorijen, allemaal handelsposten die door die VOC worden opgericht. En die oranje gebieden die krijgen ze onder controle. Een tweede handelscompagnie die wordt opgericht is de WIC, de West-Indische Compagnie. En die richt zich vooral op de handel met West-Afrika en Amerika. En ook hier zie je weer op verschillende plekken factorijen, die groene stippen. En je ziet een aantal gebieden, die groene gebieden, die gekoloniseerd worden door de WIC. Nou, wat zijn dit nu precies voor bedrijven? Daar zullen we eens even naar gaan kijken. Het zijn dus in de eerste plaats handelsbedrijven. En nogmaals, die VOC is dus het enige Nederlandse bedrijf dat mag handelen met Azië. Ze hebben een monopolie, een alleenrecht daarop. Wat gaan zij daar halen? Nou, die producten hebben we ook al voorbij zien komen toen het ging over die Europese expansie. Dat zijn die specerijen zoals nootmuskaat en peper en folie en dergelijke. Chinese zijde en nog veel meer van dat soort zaken.
Maar goed, om met al die schepen in Azië te komen en om daar zo'n heel groot bedrijf in stand te houden, daar heb je veel geld voor nodig. Er moet dus winst gemaakt worden, maar je moet sowieso kapitaal hebben om alles te onderhouden, om alles op te starten ook. En daarom begon de VOC met het uitgeven van aandelen. Iedereen kon geld geven aan de VOC, een aandeel nemen in de VOC. En in ruil daarvoor zou je een stuk van de winst krijgen als die gemaakt werd. Dat is eigenlijk het principe dat er achter aandelen zit. En de VOC is het eerste bedrijf in de geschiedenis dat op die manier gaat werken. Maar de VOC is ook een uniek bedrijf, omdat het niet alleen iets met economie te maken heeft, maar het krijgt ook politieke zeggenschap. In die oranje gebieden op dat kaartje en in die factorijen, daar had de VOC eigen bestuurders zitten. De Staten-Generaal, de Nederlandse regering zou je kunnen zeggen, die had de VOC die volmacht gegeven. Daarom kon het ook zelf verdragen afsluiten met vorsten in Azië. En bovendien had het ook eigen soldaten in dienst om de handelsposten en om de schepen te beschermen. De WIC is soortgelijk van opzet. Dat is ook een bedrijf met een alleenrechtenmonopolie. Alleen dan met de Nederlandse handel in West-Afrika en Amerika. De belangrijkste producten waar de WIC achteraan ging, waren zilver, slaven, werden dus ook als producten gezien. De WIC gaat ook deel uitmaken van die transatlantische slavenhandel. En plantageproducten die slaven dan maken, zoals bijvoorbeeld suiker. En ook die WIC verkrijgt haar kapitaal via aandelen. En ook heeft die WIC weer politieke bevoegdheden. Eigen soldaten, die staan nu op de eerste plek. Want het is niet zomaar dat die WIC in 1621 wordt opgericht. Dat is namelijk het jaar waarop het 12-jarig bestand eindigt, die tijdelijke vrede tussen de Republiek en Spanje. En vanaf 1621 gaat de 80-jarige oorlog, de Nederlandse opstand, weer gewoon verder. En het belangrijkste doel van de WIC is dan ook de kaapvaart tegen Spanje. De WIC komt vooral in gebieden waar Spanje heel sterk was, Midden- en Zuid-Amerika. En schepen van de WIC kregen dan ook de opdracht om Spaanse schepen te kapen, het liefst de Spaanse zilvervloot, waarmee de Spanjaarden uiteindelijk hun oorlogen konden bekostigen. Als de Nederlandse opstand in 1648 achter de rug is, na die Vrede van Münster, dan wordt de WIC een veel normalere handelscompagnie. Maar tot 1648, tot het einde van die Nederlandse opstand, was dit het belangrijkste doel van de WIC. Nou, daarom had de WIC ook eigen bestuurders in dienst en daarom kon ze dus ook zelf verdragen afsluiten. Nou, beide bedrijven groeien enorm in de 17e eeuw, met name die VOC, die groeit zelfs uit tot het grootste bedrijf ter wereld. En er wordt dan ook veel verdiend in zowel die handel met Azië als die handel met West-Afrika en Amerika. En bovendien wordt er vooral ook nog steeds heel veel verdiend met die OC-handel, die we al eerder zagen. En die opbloei van die handel, die zorgt voor een algemene opbloei van de economie. Want om al die handelsproducten te kunnen vervoeren, zijn er schepen nodig. Nou, die kunnen gemaakt worden in de nijverheid. Er zijn touwen nodig, er zijn tonnen nodig, er is van alles en nog wat nodig. En daarnaast zien we ook, doordat er bijvoorbeeld graan uit dat OC-gebied al wordt gehaald, dat ook de landbouw kan gaan innoveren. Ze hoeven zelf geen graan meer te verbouwen, maar ze kunnen allerlei andere commerciële handelsgewassen verbouwen die weer verder verhandeld kunnen worden. En dit zorgt er dan ook voor dat die 17e eeuw voor de Republiek op economisch gebied een gouden eeuw is. Andere landen zijn daar best jaloers op dat dat kleine gebiedje, die republiek, zo succesvol is. Landen als Engeland en Frankrijk gaan dan ook allerlei mercantilistische maatregelen nemen om de Nederlandse handel dwars te zitten. En mercantilisme, dat is ook weer even iets waar we bij stil moeten staan. Dat is een economisch stelsel dat de bestaansmiddelen in het eigen land wil versterken door de export van de eigen producten te bevorderen en de import van buitenlandse producten tegen te houden, te bemoeilijken. Om een voorbeeld te geven, in Frankrijk bijvoorbeeld, daar kregen de Franse lakenmakers, die kregen subsidies vanuit de overheid, zodat Frans laken goedkoper werd voor andere landen ook om te kopen. Maar als Nederlandse lakenhandelaren met hun waren naar Frankrijk wilden, dan moesten zij er extra importtarieven over betalen, waardoor dat Nederlands laken duurder werd in Frankrijk. Dat is wat mercantilisme inhoudt. Maar ondanks die tegenwerking groeide de economie van de Republiek dus heel erg. En die Gouden Eeuw, die zullen we ook in de volgende video nog terug gaan zien.